Met Joop Kerris wordt er algemeen twee stijlen gehanteerd. Eén is die wat meer in crossfit wilt zien, waarbij je een smalle grip op de bar wordt gekozen. Je stapt eronder, je spant je buik, je lift op en je houdt druk op de balk van de jook in maar kleine passen. Hoe groter mijn pas, hoe meer de jook gaat wiebelen. Bij strongman zien we vaak een wijdere grip op de bar. Controle. Nu heb ik ook veel meer, ook met grote passen, controle over die bar, omdat ik druk kan geven op de jook. Het is dus makkelijker en stabieler. Het nadeel is dat de meeste strongman gasten zijn groot en breed. Het is dus makkelijker om die beide grip te hanteren. Terwijl over het algemeen crossfitters wat smaller zijn en daarvoor kiezen die vaak voor een hoog grip, omdat ze dan wat meer nek kunnen creëren. Kies een stijl waarbij jij je comfortabel voelt, maar weet wel de voordelen en nadelen van elke stijl zijn.